De strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte G. Hoefdraad is op 29 januari 2024 behandeld door het Hof. De zaak stond voor de tweede beurt van de advocaat in verband met de verweren die hij had opgeworpen. Advocaat de Gua heeft in zijn tweede beurt het Hof gevraagd om te toetsen of de Nationale Assemblée twee keer een besluit mocht nemen over in staat van beschuldigingstelling van Hoefdraad. Op 28 februari 2024 zal de strafzaak worden voortgezet. Op die dag zal de vervolging in haar tweede beurt reageren op hetgeen de advocaat heeft aangevoerd. Het onafhankelijk kiesbureau OKB heeft overleg gehad met de deken der districtscommissarissen Shafiq Gulaman over de komende verkiezingen. Het OKB houdt toezicht op de verkiezingen en stelt de uitslagen bindend vast. Ze bespraken hun rollen, het gewijzigde kiesstelsel en hoe ze knelpunten kunnen oplossen. Ze benadrukten samenwerking en het behoud van Surinames goede reputatie in verkiezingsorganisatie. De politie merkt op dat verdachten vooral in zedendelicten vaak worden mishandeld. Ze benadrukken dat de gemeenschap altijd de politie moet inschakelen in plaats van zelf actie te ondernemen. Bij op heterdaad betrapte gevallen mag een burger de verdachte aanhouden, maar niet mishandelen. Verdachten kunnen in verzekering worden gesteld bij ernstige bezwaren, zoals bij zedendelicten waarbij het medisch rapport moet worden afgewacht. Slachtoffers en getuigen worden gewaarschuwd tegen mishandeling, omdat zij anders volgens de wet zullen worden berecht en mogelijk in verzekering kunnen worden gesteld.